Welkom bij de Julien en Jenno Show! Stel je voor, de Julien en Jenno Show. Hoe zou die eruit zien? Geen enkel idee. Ik heb er nog nooit over nagedacht om een eigen show te hebben. Dus ik vind vloggen al een groot genoeg Ik zou het leuk vinden hoor, een show. Maar het hoeft niet de Julien en Jenno Show, maar gewoon iets, een programma presenteren of zo. Ik heb dat altijd graag gedaan en altijd graag ook wel eens iets groots willen doen eigenlijk. Vroeger heb ik wel redelijk wat dingen, programma's gepresenteerd. Ik heb vroeger op de radio gewerkt, dus radioprogramma's dan natuurlijk. Ja. En ik maakte er ook altijd wel een beetje een show van. Ja, maar nu in de zin, ook hè? Ja, nu ook, maar dat is niet presenteren. Dit is gewoon een soort van documentatie van ons leven. Maar vroeger had ik echt zo een radioprogramma met een show en daar zaten items in en daar kwamen mensen in terug die kwamen vaak terug in de show, vrienden van de show zeg maar. Ja. En dat was altijd, ik probeerde daar altijd iets, een geheel van een te maken. Ja, het was altijd een beetje chaotisch, maar gestructureerd. Allee. Snap je wat ik wil zeggen? Ja. En veel mensen die luisterden naar mijn programma en die ik heb bijvoorbeeld van mijn baas destijds kreeg ik dan de opmerking van ja, maar je maakt het, het is zo gemakkelijk wat dat jij doet en dat kan toch iedereen uiteindelijk. Tot wanneer dat hij dat dan zelf eens geprobeerd heeft en toen heeft hij volgens mij wel doorgehad, want die presenteerde toen ook. En toen heeft hij volgens mij ook wel doorgehad dat het niet zo gemakkelijk was als dat het eruit, dat leek eigenlijk. Ja. Want dat is verdomd moeilijk hoor, om een show gemakkelijk te laten lijken. Ja. Dat is bij alle stijlen eigenlijk zo hè. Ja. Een goochelaar ook, dat ziet er allemaal zo gemakkelijk uit, van allee, dat kan toch iedereen. Tot wanneer dat je zelf die goocheltruc wilt, dan merk je dat er toch heel wat, vaardigheden aan het pas komen. Ik raak niet meer uit mijn woorden, het zou misschien zelf niet meer lukken om nog een show te presenteren. Maar toch. Als je mag je mij nog hebt, als je een sidekick om je aan te vullen. Ja, ik ben wel bijna altijd kan vloggen. Vroeger had ik mijn vader had een camera met cassettebandjes en dan deed ik soms ook al Jenno TV. En dat was dan mijn papa die dan moest filmen en ik was dan de presentator van het programma en ik liet mijn vader dan filmen zo aan de rotsen en dan viel ik zo gezegd van de rotsen en dat was dan niet zo'n hoge rots, maar dan leek dat zo natuurlijk en spannend allemaal in de Jenno Show. Ja. Maar ja, goed, kijk, zoveel jaren later kwam dan uiteindelijk de vlog uit. En dat is eigenlijk een beetje Jenno Televisie, hè? Ja, dat is ook waar. Ja. Ja. We zijn hier nu trouwens momenteel aan het wandelen hier in Turnhout. Hiernaast ons zie je het kanaal, is dat de Vaart? Ja. Dat is het kanaal van Turnhout, dat is de Vaart. Ik ken mijn baan hier eigenlijk niet zo heel erg goed. Gelukkig is het maar gewoon een rechte baan naast mij. Dat is waar, maar ik zou niet weten hoe dat dit noemt of naar waar vaart, dat het gaat. Ik denk dat dat eigenlijk Albertkanaal noemt, maar ik weet het niet zeker. Ah ja, ik weet het niet. Ik ben vroeger opgegroeid in Turnhout, dus ik denk dat dit het Albertkanaal is. Maar nevermind, durf het niet heel zeker niet uit te zeggen. Jane is geboren in Turnhout en ook opgegroeid. Ik ben geboren in het Gentse. Dus ik ben echt wel degene die naar hier is. Ik ben de liefde gevolgd. Ja, dat is waar. Ik zeg soms ook wel eens dat ik de strijd verloren heb. Dat is ook waar. Ja. En ik moet wel zeggen, ik ben hier wel goed geaard. Ja. De natuur die doet mij hier heel erg goed. Dat is toch iets wat ik miste in het Gentse. Ja. Want daar is wel ook heel wat natuur. Maar niet op deze alleen op de manier dat als je hier naartoe komt en je bent niet van deze streek. Dus je komt uit het Gentse of je komt uit de West-Vlaanderen. Of je komt uit nog een andere regio. Dan kom je hier precies tot rust. Naar een centerparksomgeving. Ja. Ja, en dat is ook een opmerking die we onlangs nog gehoord hebben van vrienden die we kennen uit het Gentse. Die zeiden ook van, dat is hier precies centerparks als we hier rondlopen. Ja. Je hebt hier de bomen, gecombineerd met heel wat weilanden, gecombineerd met hele mooie wateren. Ja. En dat alles samen, dat zorgt ervoor dat je in een soort van recreatiedomein terechtkomt. Terwijl dat dit gewoon echt is. Het is een grote mooie shout-out naar de provincie. Naar de Kempen. Ja. Ik zou zeggen de provincie Antwerpen, maar dat is misschien net iets te ruim. De Kempen. De stille Kempen, maar ik woon hier, dus heel stil zal het hier waarschijnlijk niet zijn. Amai. Ik moet zelfs wel eens zeggen ook, ik heb zelf ook nog 5 jaar in Gent ook gewoond. En ik miste dat zo enorm en niemand daar begreep mij. Ja, je miste deze omgeving. Ja, ik miste gewoon die omgeving, die rust, die natuur.
Oké, je hebt in Gent dus wel bij parken en zo, maar dat is toch anders? Anders, ja. Ik miste dat zo hard. Ja. In Gent moet je het meer hebben als je echt een sociaal beest bent, denk ik. Ja. Alhoewel, je kan hier ook heel sociaal zijn, maar toch, in Gent nog net iets meer. Ja. In het Gentse heb je toch, ja, net iets meer. Als je mensenmens bent, dan ben je in Gent meer thuis dan, dan hier in de stille Kempen. Dat is waar. Dat weer... En ik vind ook als je dan weer eigenlijk meer een natuurmens bent, ben je hier weer meer thuis. Ja, voilà, zo is dat. Ik denk als je echt tot rust wil komen, dat voor een heel lange tijd. Moet trouwens, je verhuizen. We zijn dus aan het wandelen naast dus de vaart. Ja. Misschien noemt het hier wel Albertkanaal, dat weet ik niet. Allee. Omdat we dus net onze auto hebben binnengedaan in een carwash. Ja. Die was heel vuil. Echt gewoon heel vuil. Ik kan me niet meer herinneren het laatste jaar of half jaar. Nee. Is het een half jaar? Nee, het is echt al langer geleden. Ja, we hebben hem echt volgens mij al een jaar geleden bij onze auto voor de laatste keer laten handcarwashen. Ja, we doen dat dus niet zelf. Dat is, soms moet je dingen uit handen geven. Ik haat zaken, het gewoon een auto wassen. Zaken die je niet graag doet, dat moet je gewoon uit handen geven. En auto wassen, dat hoort daar nu eenmaal bij. Af en toe moet je dat ervoor over hebben om daar eens even geld op uit te besteden. Ja, je moet weten, een handcarwash dat kost 20 euro. Ze kuisen je auto langs de buitenkant, aan de binnenkant. De stof staat niet helemaal, ze doen nu ramen helemaal goed. Ja, sorry, dat is eigenlijk zijn geld waard, hè, laat ons eerlijk zijn. En terwijl kunnen wij zelf genieten van een mooie wandeling. Van een mooie wandeling, Dus ja, en dan een half uurtje later komen we dan terug en is onze auto weer al terug. En hij gaat er sowieso zijn werk aan hebben, ze, want... Een auto is vuil, hè. Ja, we hadden hem eigenlijk nog moeten filmen voordat we hem binnendeen. Maar dat zal er dus niet in zitten. Ja, we hebben hem wel een paar dagen geleden nog een keertje eventjes ook nog wel even nog wel gefilmd, hoe vuil dat hij was toen wij in Duitsland... Toen wij in de Ardennen waren toen. Ah ja, ja. En wij hebben hem nog eigenlijk gefilmd om te tonen van dat allemaal zo sneeuw zout ophang. Dus, maar ja. Want morgen gaat er trouwens iets heel bijzonders gebeuren met onze auto. Ah, dat is juist. Ja. Morgen komt er iemand om hem die kussens uit te... Onze zetels helemaal te reinigen. En dat is ook heel erg dringend nodig. Ja. Want onze auto is echt... Ja, gewoon we eten daarin, we drinken daarin. We onderhouden hem eigenlijk niet zo heel goed. Nee, dat is waar. Dus daarmee, ik ben heel benieuwd dat die persoon morgen dan weer onze zetels helemaal gaat eigenlijk reinigen. Ja. En dan gaat het er weer helemaal als nieuw uitzien. Dat is een firma, hè? Ja. Ja. Dus we gaan het morgen zien hoe dan ze dat gaan doen. Ik ben wel heel benieuwd. Zijn we nog niet te ver aan het wandelen of gaan we tot aan de brug? De brug is over het water. Ik denk niet dat we daar ook op geraken. Oké, dan blijven we nog een beetje verder wandelen. Komt helemaal goed. Voilà. We zitten weer in een nieuwe gepoetste auto. Van binnen en van buiten, hè? Ja. En is het proper naar uw mening? Oh, mijn navelpiercing ligt hier nog. Die was ik vergeten. Dat is proper. Ja. Die zo. Allee, ik had die gisteren uitgedaan, mijn navelpiercing, en ik had echt vergeten. Dat lag hier nog maar af, hè? Tot zover onze uitstap, hè? Ja, ik ben wel best ook alweer moe geworden nu, dus... Ja, het was weer wat hoor. Oh. Je hebt toch zeker weer de volledige 40 minuten weer al gewandeld. Dus, ja, het is toch wel iets. Ja. De tandjes gepoetst, pyjamaatjes aan. Het is weer tijd om naar bed toe te gaan. Dat gaan we zo meteen zingen als we hier dit lekkere eten hebben opgegeten. Maar je televisie staat luid, zeg. We hebben onszelf verwend met een lekkere rijst met curry. Met mango. Met mango erbij. En dan ook nog een lekkere fruitje, hè. Fruitsalade, Fruitsalade, dat is al lekker als nagerecht. Dat is niet te veel. Dat is perfect voor een dag als vandaag. Ik ben een beetje buiten adem, ben dan net een beetje te snel de trap opgegaan, denk ik. Ja, maar dat is goed, hè. Beetje. Zwangerschapsverschijnselen. Ze komen, ze zijn er. Bedankt om te kijken naar deze video en heel graag tot morgen. Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wil zien, dan klik je maar op één van deze knopjes.